Hallo, Merita. Hallo, dag mevrouw. U spreekt met Sylvie Bruggemans. Spreek ik met mevrouw Van den Bossen? Ja. Ja, goeiedag mevrouw. Ja, ik ben eigenlijk producer van de familie, de reeks Familie op televisie. Kent u die? Ja, nee, ik kijk daar eigenlijk niet in. Nee, want uiteindelijk, ja, dat gaat over de Van den Bossens, hè. Dat, ja. Dat is de fictieve familie Van den Bossen eigenlijk dagelijks op de televisie te zien. Ja. Heeft u daar last van dat u zelf echt Van den Bossen heet? Nee, ik ervaar dat helemaal niet. Ik zeg altijd, ik ben Rita Van den Bossen, maar ik drink niet. Ik maak daar geen probleem. Oké, dat is goed. Ik klag daarmee. Ah, dan is dat goed. Dan is het goed. We zijn al aangeklaagd geweest, maar we gaan wel nu na elke aflevering zetten van elke mogelijke overeenkomst met bestaande personen of gebeurtenissen berust op louter toeval gaan we daarop zetten. Ja. Dus als u een minuutje heeft, zou ik u graag willen doorverbinden met onze hoofdscenario-schrijver om eventueel een keer te overlopen wat er volgend seizoen bij Familie te gebeuren staat. Of dat u dat eventueel, of dat dat gelinkt zou zijn aan uw eigen leven. En dan kunnen wij dat, ja, dat eventueel aanpassen. Maar ik vind dat wel straf, jongens. Je wordt toch enorm beperkt daardoor. Dat is een feit. Dat is mensen een feit. Kunnen niks niet meer verdragen. Nee, dat is waar. Geef hem door, hè. Dank u. Ja, goedemiddag hoor, mevrouw. Goedemiddag. U spreekt met Hugo Schrijvers en wij zijn bezig aan het volgende seizoen. We zitten nog niet heel ver, maar toch al een paar verhaallijnen waar we zeker van zijn. En die wil ik heel even aftoetsen, gewoon om zeker te zijn. Hebt u ooit een gemene, identieke tweelingzus gehad die uw relatie probeerde te saboteren? We hebben wel een tweeling in huis, nee. Nee, u heeft een tweeling in huis, maar geen... ze zijn niet gemeen. Nee, ja, oef. Nee. Ah, amai, oef. Dat is goed. Heeft u ooit in coma gelegen? Nee. Nee. Heeft u ooit 3 jaar in coma gelegen? Nee. Bent u ooit eens volledig van uiterlijk veranderd, alsof u plotseling gespeeld werd door een andere actrice? Nee. Zeker, hè? Ja. Ja, oké, top. Bent u ooit al eens in slaap gevallen voor uw televisietoestel? Ja, wie niet? Ah, ja. Ja, dat is toch iets... Dat is normaal? Ja, maar ja, toch, kijk, we hebben een verhaallijn waarbij dat de personage consequent elke keer in slaap valt. En blijkbaar vallen alle Van den Bossens die we tot nu toe gebeld hebben wel eens in slaap. Maar wie niet? Ja, maar ja. Maar eigenlijk zijn we er al, want zover zitten wij in ons scenario's voor de moment. Het gaat niet zo vlot. voilà. Het is een beetje een probleem. De inspiratie is op. Maar zijn er zo spannende verhalen die u heeft meegemaakt of zo? Dat mag het zotste eerst zijn, ze. Mijn ouders weggingen, dat was altijd feest. En dan sprongen wij zo van teenbed op tander. Van teenbed op tander springen? En dan mijn oudste broer, die had een pak onder zijn hoofdkussen zo wat verstopt. En daar zaten allemaal glazen in. En dat was zo van de regimenten van Schotland, die allemaal zo speciaal gekleed waren. En dan zei hij, oh, er krakt iets. En wij zeiden, oh, mon neus, dat krakt hier niet. Dan moesten wij dat tegen ons oudste broer zeggen, want ja, die was er dan niet. Maar dan konden ze die glazen niet meer krijgen. Dus dat waren normaal 12 glazen. En ik denk dat hem maar 10 of 6 heeft kunnen geven, ik weet het niet meer. En nu, vorig jaar, heb ik in de kringloopwinkel er nog glazen van gevonden. Van diezelfde glazen? Ja. Dat is straf. Moest u ooit in Familie die scène zien, mevrouw? Dan weet u van niks, hè. Dat was DNI-fles gekregen. Oh, geweldig. En dat heb ik wel niet gezegd. Oh, dat is goed. Dat is echt goed, mevrouw. Ik kan u niet genoeg danken. Ja, maar dat is niks. Hè. Veel succes. Nog. Ja. Ik hoop dat je niet te veel last hebt, want zeg. Nee, nee. Ik kijk nu soms een beetje naar, hoe noem het, thuis. Thuis? Ja. Tot ziens, hoor. Ja. Dag, Rita van den Bossen. Ja, dag. Geweldig.